Eeuwenlang hebben Nederlanders Indonesië met militair geweld bezet en geplunderd. Met de buit werden hier onder andere de spoorwegen aangelegd. Onze welvaart is verkregen over de ruggen van Indonesiërs. Niet voor niets wordt de rooforganisatie VOC hier zo opgehemeld en zijn men altijd in die verloren ramspoed geboren. Eeuwenlang hebben Indonesiërs zich verzet tegen die bezetting en plundering. ...tot Nederland in 1949 uiteindelijk moest erkennen dat ze zich vrijgevochten hadden. In Leiden worden net als elders in Nederland niet de verzetsmensen die opkwamen voor vrijheid... ...maar de bezetters en plunderaars met monumenten geëerd. Volkomen immoreel. Daar brengen we vandaag verandering in en eren we deze dappere verzetstrijders. Vrouwen als Umi Sarjono... ...Andi Depu Maradia Balanipa en Sumarsi Subiyati. We hebben vanochtend het Leidse Indië-monument in Park de Put omgevormd tot een herdenkingsmonument voor het Indonesische verzet. Op de foto zien we tientallen Indonesische vrouwen die zich verzet hebben tegen het geweld dat op hen en hun land werd losgelaten door het Nederlandse leger en dus ook door de Leidse militairen voor wie dit monument oorspronkelijk werd neergezet. Het is het eeuwenlange Indonesische verzet dat werkelijk een standbeeld verdient.